Het is wel heel mooi, de boekjes, dat is vandaag, het is dinsdag. En je dacht dan van ja, die boekjes die verkoopt toch niet meer, niemand leest dat toch. En net op dat moment komt er een nieuw boekje uit. Het is ja, de papieren versie van klint.be. Ze kunnen daar soms geweldig overdrijven, maar soms ook geweldig geestig. Het kost 99 cent, het is uit vandaag. En je hebt het net al even gelezen, Nasreen, wat vind je ervan? Ik zie vooral veel borsten en konten. Ja, dat vooral eigenlijk. Er is ook een vrouw die het heeft binnengebracht. Goedemorgen, Deborah. Goedemorgen, Deborah. Hallo. Sta je zelf ook in het boekje? Ja, ik sta er zelf ook in. Op welke pagina sta je? Sta je mee? Ja, je hebt op dit moment heel weinig kleren aan, vind ik. Maar staat achteraan. De bazen van het boekje zijn hier ook. Jeff en Kurt, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Jeff, de boekjes, dat verkoopt niet meer. Waarom brengen jullie dan nog klint.be uit? Het kadert eigenlijk in de traditie van Klint om stunts uit te halen. Ja. En we hebben een overzicht in het magazine gemaakt van onze 100 mooiste stunts. En het magazine is daar één van. En we hebben daar eigenlijk heel veel plezier gemaakt om het te maken. Uh-huh. En het was voor ons gewoon een heel boeiende uitdaging om de teksten of de inhoud van de website te vertalen naar een magazine. Het is, ja, ik zie vooral echt maar gigantisch veel borsten. Sorry mannen, Kurt, het staat vol. Ja, dat is toch wat iedereen wil zien, denk ik. Nasreen, ben jij fan van dit soort boekjes? Ik vind het wel leuk om eens door te bladeren. Dan kan ik zien hoe dat andere mensen hun borsten en poepen eruit zien. Dus oké, okay. Goed. Want op de voorlaatste pagina staat een spelletje. Wel memmen, geen memmen. Wat is de bedoeling daarvan, Jeff? De bedoeling is dat mensen de test doen en kijken of de borsten vals zijn of niet. Oké, okay, staan ja. En ja, oké, okay, goed, een van mijn melk. Er staat ook een interview, er staan ook interviews in natuurlijk. Bijvoorbeeld Kurt, jullie hebben Marijn de Valk geïnterviewd. Wat heeft hij nu verteld bij jullie dat hij bijvoorbeeld bij Humo of Dag Allemaal niet zou verteld hebben? Wel, Marijn heeft eigenlijk uit de doeken gedaan hoe FC de Kampioen hem een beetje gekloot heeft. Hoezo? En, ja dan moet je natuurlijk lezen, maar het is wel een interessant verhaal, ja. Ik zou het zeker aanraden om eens te lezen. Oké. Okay. Is dit nu eenmalig, Chef, of gaan we nog Clinton krijgen? Als het van de redactie afhangt, gaan we sowieso nog meer Clint-magazines krijgen. Maar we wachten eerst de introductie van het blad in de markt af. Ja. De verwachtingen zijn in elk geval hoog. Uh-huh. En we kijken er echt naar uit. En de goesting op de redactie is er in elk geval zeker. Maar het is 99 cent. Ja. Hoe hou je dat betaalbaar? We hebben sowieso de economische oefening ook gemaakt. En de drukkosten en zo. Het grootste deel van de drukkosten zijn sowieso gedekt. Uh-huh. Door de advertenties die erin staan. Dus ja, in principe, elk nummer dat we gaan verkopen is quasi winst. Ja, als je zegt, de drukkosten zijn gedekt in klint.be-land, perfect samengevat. Maar goed, het lijkt me ook een goede wedstrijd als je er nog eentje doet van tel het aantal borsten in het boekje en win iets, lijkt me ook fantastisch. We gaan zo meteen even op de foto met Deborah, want het was de tegenprestatie. Ja, sorry Deborah, het moet. Het is geen probleem. Ik dacht het al. Goed, dankjewel om het boekje te brengen. Jeff en Kurt, veel plezier met klint.be. Dankjewel.